is, allee, wat wij handig vinden, anders dan begin je zo wel in het wilde weg, is dat je met de klok meegaat. Ja. Dus dat is sowieso een tip. Begin op één muur en ga dan zo gewoon de ruimte af, zodat je terug op hetzelfde punt bent. Hey, ik ben Margot van Tree of a Kind, een creatieve designstudio gespecialiseerd in interieurontwerp voor particuliere en commerciële totaalprojecten. Elke dinsdag spelen we open kaart en delen we met jou verschillende tips en tricks hoe jij zelf aan de slag kan met het interieurdesign van jouw woning. Met veel plezier introduceren wij onze Talk Tuesday for Homes. Hey en welkom bij een nieuwe aflevering van Talk Tuesday. Ik ben Margot. En ik ben Merel. En vandaag gaan we het hebben over een ruimte opmeten en de basis op plan zetten. Eerst en vooral misschien even hebben over de benodigdheden, alleszins wat wij toch gebruiken, voor een ruimte op te meten. Ja. Ik heb eventjes van alles meegenomen. Laat maar zien. Ja. Dus nummer 1. Een schetsboek, oftewel een digitaal schetsboek. Kan ja. Allebei natuurlijk. Inderdaad. Ja, wij gebruiken zelf de Remarkable. Dat is inderdaad een digitaal schetsboek. Ja. Dan kan je heel gemakkelijk ook met lagen werken en zo. Zeer handig als je bijvoorbeeld een ruimte gaat opmeten. Dat je eerst de basis tekent en dan daarna een tweede laag maakt voor dan de maten op te tekenen. Superhandig. Ja, je hebt het ook gelijk digitaal, dus het kan allemaal op de computer bewaard worden. Ja, het enige nadeel is als mensen hun handschrift niet kunnen lezen, dat het wat moeilijk wordt. Ja, altijd even wat begeleiding nodig om het toch nog wel te begrijpen. Maar wel superhandig. Ja. Dus een schetsboek, dat is één. Dan, je hebt verschillende manieren om op te meten natuurlijk. Trouwens, als je een gewoon schetsboek gaat gebruiken, raden we sowieso aan om een potlood te gebruiken met gom, zodat je direct als je een fout hebt gemaakt of zo, dat even kunt weggommen. Ja. Dan heb je verschillende soorten latten, of meters. Meters. De rolmeter. Of in het Nederlands, rolmaat. Rolmaat? Rolmaat. Ja, dat vind ik raar. Ja. Okay. Is dat dan ook een vouwmaat, dit? Nee. Wacht maar, zeg maar want eerst wat het is. Want... Of een vouwmeter, en dan kan je zo dat uitvouwen voor je ruimte op te meten. En nu ga je Merel de Nederlandse. Ik ga deze aan jou geven, dan ga ik. Ah, oké. Okay. Een duimstok. Waarom? Ja. Okay, goed. Wij Nederlanders noemen dat een duimstok. Maar goed, dat we natuurlijk twee talen spreken, dan is iedereen al bij. Iedereen bij. Ja, en dan onze favoriet, dat is de lasermeter. Ja. Je hebt daar ook goedkope varianten van die niet zoveel kosten. Maar het is wel super handig als je veel moet gaan opmeten. Ik zal het demonstreren. Dus je hebt een bolletje. Ik kan tot mijn hand, tot naar meter. Naar Merel meten. Voilà, dus dat is 72,5 centimeter. Ja. Voilà. Dus dat bakje, dat meet eigenlijk met een laser het oppervlakte van hier tot en met het oppervlakte dat je het rode bolletje naar wijst. Dus zo, dat is een handig toeltje. Ja, het is gewoon heel erg ideaal voor hele grote ruimtes. Ja, want dat gaan met een... Of hoogtes natuurlijk. Met een vouwmeter. Ja, dat wordt dat lastig. Dat is soms niet handig. En dan natuurlijk, het belangrijke is een gsm meenemen. Dat vind ik ook altijd heel belangrijk. Heel veel foto's nemen, video's opmaken en zo. Maar we zullen jou eventjes loodsen door de verschillende stappen. Dus, stap 1. dat is de schetsen. Dus je neemt een schetsboek. Als je in een ruimte gaat komen, ga je eerst een beetje gaan analyseren van wat het er allemaal is. En dan ga je beginnen met één muur. Bijvoorbeeld, Ja, je start bij één muur. Ja, maar die zet je op. Je kiest gewoon één muur. Teken je. Ja. En aan de hand daarvan ga je verder in de ruimte. Dit hoeft niet op schaal te zijn. Dit is echt puur even het plan schetsen. Zodat je daar aan de hand van dat plan de maten erbij kan gaan zetten. Wat daar ook bij belangrijk is, wat wij handig vinden, anders dan begin je zo wel in het wilde weg, is dat je met de klok meegaat. Ja. Dus dat is sowieso een tip. Begin op één muur en ga dan zo gewoon de ruimte af, zodat je terug op hetzelfde punt bent. Ook met het opmeten, begin daar en ga met de klok mee. In plaats van dat je daar een muur meet en dan denkt, oh, ik moet daar nog een muur meten. Of ik ben daar nog iets vergeten, als je gewoon met de klok meegaat. Dan ja, is de inderdaad. Kans groot dat je alles hebt meegenomen. Alles, ja. Dat is fijn. Je hebt nu de tweede stap eigenlijk ook al aangekaart. Het grondplan gaan maken, eigenlijk gaan opmeten, inderdaad. Dus dan ga je, zoals Merel zegt, ga je terug opnieuw mee met de klok. Daarbij is het ook wel belangrijk, want als je altijd die kleine stukjes muur neemt natuurlijk om op te meten, dat je ook eens af en toe een maat neemt over de volledige breedte van de ruimte. Ja. Want dat kan al eens vergeten worden. Ja. En ook een tip daarbij, als je ziet dat de ruimte niet per se recht toe recht aan is, gebouwd ook de diagonalen gaan meten. Zodat je daarna zeker kan zien van welke graad is er nu op de... Eigenlijk zoveel mogelijk
maten voor jezelf gewoon opnemen, dat je zeker bent. Ja, echt. Je kunt beter meer maten hebben dan te weinig. Want soms als je daarna op de computer gaat zitten of op het plan gaat zitten, dan denk je van, oh nee, nu ben ik echt de helft vergeten en zo. En dan moet je terug naar daar gaan. Dus echt beter hoe meer maten. Ja, en iets specifieker ook nog meer in detail is het ook handig om bijvoorbeeld bij deuren en ramen ook afstand tot kozijnen te doen. En dan de maat van het kozijn en dan het raam. Want vaak bij een deur is het bijvoorbeeld dat de deur 80 centimeter breed is. Maar de deur in totaal met kozijn erbij een meter gaat zijn. Dus dat is iets meer in detail, maar wel handig om te weten mocht je ooit een keer een nieuwe deur willen zetten. Dan... Dat is zeker waar. Dat is volledig waar. Nee, goeie tip. Tip. Dan stap drie. Drie. Hoe doe jij drie? Zo drie? Nee, ik doe drie zo. Oké, drie. Dus stap drie, voilà. Dat is dan aanzichten. Wat zijn aanzichten? Dat is eigenlijk een 2D representatie van... Wanden. Wanden, inderdaad. Verticale. De hoogtes. Ja. Dus als je eerst je grondplan hebt getekend, dan ga je per zicht eigenlijk naar één muur, ga je eigenlijk gaan tekenen wat dat je ziet. Dus je begint met de vloerlijn te tekenen, de wandlijnen. Ook waar dat de ramen zich bevinden, de raamopeningen en zo, ook eventjes schetsen en dan kan je die daarna ook gaan opmeten. Ja. Dat is wel heel belangrijk. Tip daarbij ook, misschien niet. Was er een tip bij? Er is vast een tip dacht bij. Ik zo, tip, wou doen we weer. Tip. tip daarbij is, bij de aanzichten, als je bijvoorbeeld een deur of een raam hebt, duid ook de draaiopening aan. Ja, dat is wel heel erg belangrijk. Inderdaad, als je de ruimte gaat indelen, dat je niet een zetel in de draairichting van de deur zet. Of inderdaad, als je een raam open moet en je hebt daar dan juist zo'n hoge lamp bijvoorbeeld geplaatst. Ja. En dat je als je raam open doet, dat je het kot afbreekt. Dat willen we niet doen natuurlijk. Dus dat is natuurlijk al vrij belangrijk, zo'n zaken. Ja. Dan de volgende, de technieken. Dat is iets wat er vaak vergeten wordt. Maar de techniek, wat bedoel daarmee? Stopcontacten, schakelaars, verlichtingspunten, leidingen. Vergeet ik dan nog iets? Dat is wel het voornaamste. Nee, het is voornaamste inderdaad. Dus inderdaad, die zaken op het plan gaan aanduiden en ook foto's van nemen. Ja. Bijvoorbeeld, soms kan het ook zijn dat je in de hoek van een ruimte, als je in een appartement woont bijvoorbeeld, en daar zit een schacht met alle leidingen en zo, dat je weet wat er juist in zit en dat er ook een omkasting kan voorzien worden voor die leidingen. Ja. Bijvoorbeeld dat in het maatwerk kan verstopt worden of zo, maar dat je die maten wel ook hebt. Ja. Daarvoor kan dat belangrijk zijn. Ja, en het is sowieso belangrijk om te weten waar de lichtpunten of de elektriciteitspunten zijn voor de indeling van de ruimte. Ja, als je niks gaat veranderen aan je elektriciteit of geen nieuwe stopcontacten gaat zetten, is het altijd handig om te weten waar wat zit. En ook voor de tv-aansluiting, vaak zit dat maar op één of twee plekken in de muur. Ja. Dat is gewoon heel handig om te noteren. Zeker als je een betonnen plafond hebt bijvoorbeeld en je gaat niet per se gaan werken met een verlaagd plafond, dan ga je verlichtingspunten ook niet echt kunnen... Alleen raden we dat niet aan om te gaan beginnen slijpen daarin, want dan... Nee, dat sowieso niet. Achter de structuur aantasten van een gebouw. Je kan natuurlijk altijd wel met kabelgootjes werken, maar goed, het is fijner om met de vaste lichtpunten te werken. Ja, inderdaad. Dat is sowieso, wat we ook inderdaad bij die technieken hebben aangekaart, zijn foto's en video's. We hebben dat heel belangrijk om echt door de ruimte te wandelen en echt zoveel mogelijk video's en foto's van elke hoek te nemen. En dan ook van elk stopcontact, lichtschakelaar en zo. Dat je achteraf altijd nog kan kijken van als je iets vergeten bent of niet zeker weet waar het zit. Of de hoogte ervan, dat je dat bent vergeten op te meten. Ja, nee, inderdaad. Want soms bijvoorbeeld op foto, dan heb je bijvoorbeeld één maat vergeten van bijvoorbeeld van vloer tot een raam bijvoorbeeld. Maar je hebt wel de hoogte van het raam gemeten en dan kan je zo wel ongeveer inschatten. Ja. Oké, als je raam zo hoog is, kan je dat vaak wel inschatten. Ja. Ik zou wel aanraden daarna nog eens opnieuw te gaan meten. Maar dan kan je toch al even verder op basis van foto's Ik bedenk nog wel even wat belangrijks, wat ik zelf wel eens vergeet te noteren. Ja? Radiatoren en verwarming. Ja. Dat is, die vergeet ik nog wel eens te noteren en dat is wel handig om te weten waar die zitten. Als je een ruimte indeelt of iets of ergens een vaste kast wil gaan neerzetten, maar er zit plots toch een verwarming die je vergeet was te noteren. Dus daar zijn ook de foto's heel handig voor en de filmpjes. Ja. Dus ik denk dat het zo wat was voor te gaan opmeten. Volgende week hebben we een nieuwe aflevering over hoe dat we juist gaan beginnen indelen en zo. We hebben zo'n paar afleveringen. We hebben het een beetje opgesplitst dat het niet te overwhelming is in één keer. We zullen nog eens eventjes de stappen herhalen. Dus stap 1, we gaan... Schetsen.
schetsen inderdaad. We gaan de ruimte gaan analyseren en dan op papier gaan schetsen. Hoeft totaal niet perfect te zijn. Nee. Stap 2. Dus opmeten en het grondplan maken eigenlijk. Ja, inderdaad. Ja. Hadden we ook nog een tip over. Een gratis programma dat je kan gebruiken. We raden enkel een programma aan dat we zelf af en toe eens mee werken. Want anders, ja, ik heb al vaak de vraag gekregen van ja, welk gratis tekenprogramma en zo. Maar ik heb daar zelf te weinig ervaring mee of ja, research over gedaan. Nee, er zijn ook genoeg grotere bedrijven die ook 3D-programma via hun website aanbieden. Maar het programma waar we mee het meeste gewoon mee zijn en het fijn vinden om mee te werken ook, omdat het zo makkelijk en snel is, is SketchUp, denk ik. Ja, inderdaad. SketchUp is heel handig als je gewoon snel wilt leren van een grondplannetje te tekenen. Ja. Kan je daarna ook in 3D gaan omzetten en dan via 3D Warehouse noemt dat. Ja. Zullen we ook eventjes noteren. Via 3D Warehouse kan je zelfs zeteltjes gaan downloaden en zo. En die daar ook implementeren. En dan heb je direct ook nog een beter beeld van de ruimte. Ja, dat is wel een fijne. Gratis. Gratis, inderdaad. Dus online. En dan stap 3 gaan we de hoogte in. Dan gaan we alle hoogtematen gaan natellen. Gaan nameten beter. En aanzichten gaan tekenen. Ja. Dan de vierde. Technieken. Technieken. Vergeet de verwarming niet. Tip. En dan daarna sowieso foto's en video's. Ja. En als je alles verzameld hebt, dan kan je het gaan op schaal gaan tekenen beter. Ja. Of gaan digitaliseren. Digitaliseren. Ja. Dus voilà, dat waren onze stapjes om eigenlijk een ruimte te gaan opmeten en zo ook op de computer gaan zetten of op schaal te gaan tekenen. We hebben daar voor jou ook nog een handige download voor voorbereid. Dus mijn checklist, waar je alles kan afvinken van oké, ben ik niks vergeten te noteren of op te meten. En dan daarna ook een basistemplate om op schaal te beginnen tekenen. En zodat je aan de slag kan met opmeting van jouw interieur. Ja. Dus voilà, dat was het voor vandaag. En dan zien we jou graag binnen 2 weekjes terug. Yes. En dan, voilà. Dag. Doei.